have the balls to do this? It looks a little bit gothic. Hoi, ik ben Dominique Persone en mijn passie is chocolade. We bevinden ons hier in het Paleis op de Meer te Antwerpen en hier achter me zie je mijn atelier, wat ooit nog de keuken was van Napoleon. De komende weken neem ik jullie mee naar mijn wereld van cacao en chocolade. In deze uitzending zien we hoe van cacaobonen chocolade wordt gemaakt. Heel belangrijk is het leren tempereren. En daarna zien we nog enkele praktische toepassingen met chocolade. Maar vooraleer de cacaoboon Europa heeft bereikt, heeft hij al een hele lange weg afgelegd in Midden-Amerika. Cacao vind je niet in je achtertuin. Je moet er achteraan gaan. Vandaar onze vele expedities. Hier zitten we in Belize, een buurland van Mexico. Nu gaan we naar de plantage, we moeten het water oversteken. Dat is een manier om te gaan werken. Geen file, geen stress. Het is like een soort meditatietherapie. Hallo, sir. Ja, ik ben Hi, ik ben Dominique. Heel specifiek voor de cacao is dat de vruchten op de stam van de boom groeien en niet aan de takken. De cacaovrucht of de cabos is de basis van alles. Zoals je ziet, de zaadjes of de cacaoboontjes zijn omringd door een witte pulp, pulpa de cacao. Deze pulp wordt ook gebruikt ter fermentatie, dus de gisting. Maar in Mexico maken ze er ook een drank van, agua de cacao. Een hele frisse drank, smaakt een beetje zuur en een toets van lychee. Die zijn super. Een dichte bijt dat dus door om te kijken wat de kleuren nou zijn. Els rijdt over onmogelijke wegen doorheen Guatemala, naar een cacaoplantage waar we het hele productieproces zullen volgen. Een van de belangrijkste momenten bij het produceren van cacao is de fermentatie, de gisting van de boontjes. Bij kleinere variëteiten 3 dagen, bij grote variëteiten 6, 7 of zelfs 8 dagen fermentatie. De cacaoboontjes worden dus uit de cabossen, uit de vruchten gehaald. En dan worden ze gefermenteerd, gehist. Dat heeft de typische zure smaak. Tijdens de fermentatie loopt de temperatuur op tot een 60 graden. De cacaoboontjes zijn gefermenteerd. Nu worden ze nog gedroogd door de zon. 1 dag, 2 dagen, 3 dagen, 4 dagen. In verschillende groepjes. Het is ook belangrijk dat ze regelmatig worden omgedraaid. De cacaoboontjes zijn gedroogd, worden in zakken gedaan en zijn klaar om verscheept te worden naar Europa. De aankopers van de bonen controleren ze vooral op de geur. Je ruikt echt de zuurtegraad, de aciditeit van de bonen. Dit is een teken van een goede fermentatie. Als de cacaobonen vertrokken zijn uit Midden-Amerika, komen ze naar Amsterdam, de grootste cacaohaven van Europa.
Hier in Dutch Cocoa hebben we een afspraak met Geert Koppieters en hier komen onze cacaobonen op de markt. Dominique, hier zijn we nu eigenlijk bij de handelsvemen in Amsterdam. Hier wordt alle cacao die naar Europa komt opgeslagen eigenlijk. Ik denk als je in het totaal van Amsterdam kijkt dat hier op een bepaalde periode gemakkelijk 400.000 ton bonen opgeslagen ligt. Dat is dus een heel belangrijk deel van de totale wereldoogst eigenlijk. Passeert hier via Amsterdam voor alle Europese fabrieken. We staan hier dus vlak voor een loods waar zakgoed opgestapeld ligt met zakken van 62 kilo. Die je in de originelanden wel zien vullen hebt eigenlijk. Hè? Ja, inderdaad. Gaan we even binnen? Ja. Belangrijk is dat die bonen vrij snel vanuit de originelanden naar hier komen, omdat hier in Europa, of zeker in Nederland, de bewaaromstandigheden veel beter zijn. Het is hier niet zo warm, geen vochtige lucht, waardoor dat de kwaliteit van de cacao gegarandeerd blijft. Door het feit dat de temperatuur hier laag is, kan er geen verdere fermentatie niet meer gebeuren, of ook insecten voelen zich daar niet goed bij, schimmels gaan niet meer groeien. Dus de cacao kan hier echt voor maanden, zo niet voor jaren, opgeslagen worden. Oké, okay, goed Dominique. Ondertussen zijn we hier in het labo van de cacaofabriek, Dutch Cacao. Een van de klassieke tests die gebeuren is de cut-test. Er worden een honderdtal bonen, worden echt midden doorgesneden. En dan kunnen we ook de interne kwaliteit van de bonen gaan bekijken. Oké, okay, voilà. Dus hier zien we nu het resultaat. Hè. Alle bonen zijn mooi midden doorgesneden. Hier zie je er eentje die wat violet is inderdaad. Dus die is niet voldoende gefermenteerd. Dat gebeurt al. De fermentatiemethodes lokaal zijn niet altijd zo gecontroleerd. Hè. In de bananenblaren en zo. En dan hier en daar kan je er eentje hebben die minder gefermenteerd is. Hier komen we nu in de afdeling waar de bonen geroost worden tot massa. En die massa gaan we dan vervolgens gaan persen. Er zijn twee componenten. Cacaoboter aan de ene kant, cacaopoeder aan de andere kant. Ja, goed Dominique, we staan hier nu letterlijk tussen de machines in het gebeuren van het persen van de cacaomassa. Die kunnen we nu gaan splitsen in cacaopoeder en cacaoboter. Daarvoor hebben we deze persmachines hier staan, waarin dat warme cacaomassa samengedrukt wordt op heel hoge druk, honderden bars eigenlijk. En dan wordt al het vet, het vloeibare vet, wordt dus uit de cacaomassa geperst. Zodat op het einde enkel nog een harde koek overblijft, die we dan later gaan vermalen tot fijne cacaopoeder. De cacaoboontjes zijn toegekomen hier in mijn atelier, maar eigenlijk zijn ze nog smaakloos. Nu gaan we ze roosteren. We voorverwarmen onze oven op 160 graden. Zo, onze oven heeft 160 graden. Nu gaan ze een 20-25 minuutjes in de oven. Zo, onze nootjes zijn klaar. En nu de nootjes pellen. Ik geef even een handje. Het ruikt heel duidelijk dat het aroma van cacao nu helemaal vrijkomt. In Europa worden deze pelletjes op de mest opgegooid of verwerkt in dierenvoeding. En in Mexico maken ze hier heerlijke chocolade sigaartjes mee. Onze boontjes zijn gepeld en nu gaan we ze fijn malen. In Midden-Amerika wordt nog steeds het molentje gebruikt of de metate om de cacaomassa of cacaolikeur te bekomen. Vooral in Midden-Amerika wordt de metate nog gebruikt door de Maya-vrouw. Vaak gaat het om een familiestuk met een hele historie, maar bovenal gaat het om een gebruiksvoorwerp. De metate wordt eigenlijk vooral gebruikt door de Maya-vrouwen in de keuken. Het is een platte steen die steunt op drie pootjes. Daarbij hoort ook nog de mano, dat is de rolstok. Het toestel zelf wordt eigenlijk gebruikt om maïsveen te malen, maar natuurlijk ook om cacaobonen te pletten tot een pate. 'S Avonds zijn we uitgenodigd bij een plaatselijke cacaoboer.
Daar krijgen we een introductie in de traditionele bereidingswijze van chocolade. En zo maken we kennis met het molentje. Yeah. I can do it like this, eh? But then you... Okay, I'll try. And now I have to try. Okay, I prefer this. Yes, that's right. Het roosteren van cacaoboontjes gebeurt hier op open vuur. Pellen gaat met hand. Maar om de cacaomassa te bekomen, vervangen ze de metate door het molentje. We gaan het nu zelf even doen met ons molentje. We gaan het nog een tweede keer door de molen halen. Maar wij voegen er natuurlijk wel 30-40% suiker aan toe. Power man. De Maya's die maakten daar bolletjes van. En zo worden die bewaard. In Belize, waar ze beweren de uitvinders van chocolade te zijn, vind ik een unieke chocolademachine. Chocolate center of the universe. That sounds good. Hello. C'est bien, hein? C'est très fin, non? Il n'y a pas de pièces qui restent. We zijn echt onder de indruk van die machine. Eigenlijk is die machine op de markt gebracht om alles te doen. Dus een keer dat je bonen geroosterd zijn, pelletjes ervan, kun je het erin doen en maalt je aan, dat je je chocolade of je cacao-likeur krijgt. Je zou er natuurlijk suiker of melkpoeier bij doen. Dus laat hem gewoon draaien. En ik ga je uit. Er zijn drie hoofdsoorten chocolade. Uiteraard hebben we de donkere chocolade of de fondant. Deze wordt gemaakt uit cacaomassa of cacaolikeur. Uiteraard wordt er suiker aan toegevoegd. Hoe meer suiker er aan toevoegen, hoe minder bitter onze chocolade wordt. Daarnaast hebben we onze melkchocolade. Deze wordt gemaakt uit cacaomassa, suiker, melkpoeder en soms wordt er vanille aan toegevoegd. En uiteraard onze witte chocolade. Voor deze gebruiken we geen cacaomassa, enkel de cacaoboter wordt hier gebruikt. Samen met suiker, melkpoeder en vanille. We hebben net de samenstelling gezien van de verschillende soorten chocolade. En dan gaan we nu, een heel belangrijk moment, leren tempereren. Het is heel belangrijk dat de chocolade mooi getempereerd is. Het zorgt ervoor dat we de juiste krimp hebben, de juiste glans en dat we een heel mooi effect krijgen van onze chocolade. Voor ons professionelen bestaan er natuurlijk toestellen om ons een beetje te helpen bij het verwerken van chocolade. Zoals dit, het wielmachine. Hier moeten we kleine stukjes koude chocolade toevoegen aan onze warme gesmolten chocolade. Of nog makkelijker, het automatisch tempereren. Hier doet het toestel eigenlijk het belangrijkste werk. Ik ga jullie nu leren hoe we thuis heel makkelijk en praktisch zelf kunnen tempereren. En dit met behulp van de microgolfoven. Hoe gaan we te werk? We hebben 1 kilo couverture chocolade. Heel belangrijk, couverture chocolade is de beste kwaliteit van chocolade die we kunnen aankopen. Heel makkelijk te vinden in de grootwarenhuizen of in de betere detailhandel. We nemen 1 kilo couverture chocolade en van die kilo nemen we 100 gram apart. Onze 900 gram couverture chocolade smelten we in de microgolfoven en de 100 gram snijden we in kleine stukjes. Die stukjes stoppen we in de koelkast, zodat ze goed koud zijn. We smelten onze chocolade af op een 45-50 graden. Let op, niet warmer dan 50-55, want dan verbranden onze chocolade. En dan laten we de chocolade een beetje afkoelen tot 38 graden en voegen we onze 100 gram kleine koude stukjes toe aan onze vloeibare chocolade. Die manier noemen we het inzaaien van de cacaokristallen. We beginnen nu met onze 100 gram chocolade in kleine stukjes te snijden. Thank you.
Zo, deze stoppen we in de koelkast. En dan gaan we nu onze 900 gram couverture chocolade afsmelten. Dit doen we in hele korte stukjes, telkens een dertigtal seconden, op een lage stand. Uiteraard hebben de drie verschillende chocolades, melk, wit en fondant, verschillende temperaturen om op de juiste temperatuur te plaatsen. Fondantchocolade smelten we af op 45-50 graden en de juiste temperatuur is 31-32 graden. Melkchocolade 45, bijna 50, iets minder. De juiste temperatuur is 30-31 graden. Witte chocolade is de koudste. Die smelten we zeker niet hoger dan 45, anders verbrandt die. En de juiste temperatuur is 28-29 graden. Zo, onze chocolade is mooi afgesmolten. En een echte chocolatier die voelt met de onderkant van zijn lip. Dat is de meest gevoelige plaats voor temperatuur. Waarschijnlijk mag het wel niet van de hygiënewet, maar voor huishoudelijk gebruik. Oké. 45 graden, perfect. Nu laten we onze chocolade een klein beetje afkoelen. Laten we hem gewoon een beetje staan tot hij ongeveer 38 graden heeft bereikt. En dan gaan we de koude stukjes chocolade toevoegen aan deze massa. Goed roeren tot alle stukjes mooi weggesmolten zijn. Deze techniek noemen we het inzaaien van cacao-kristallen. Onze chocolade is ondertussen afgekoeld tussen 38-37 graden. En nu gaan we onze koude stukjes chocolade toevoegen aan deze warme massa. Nu flink roeren tot alle stukjes mooi weggesmolten zijn. Zo, onze stukjes zijn mooi weggesmolten, maar voordat we beginnen te werken met onze getempereerde chocolade, nemen we altijd nog een staaltje om zeker te zijn dat de chocolade op de juiste temperatuur staat. We stoppen de punt van ons paletmes in de chocolade. En als de chocolade binnen 3 à 5 minuutjes mooi opstijft, dan hebben we de chocolade op de juiste temperatuur geplaatst. Om af te sluiten nog enkele praktische toepassingen. We beginnen met gekarameliseerde hazelnootjes die we dompelen in getempereerde chocolade. Wat hebben we daarvoor nodig? 30 gram water, 40 gram donkere kandijsuiker, 50 gram griessuiker en 150 gram geroosterde hazelnoten. Om een mooie karamel te maken beginnen we altijd met ons water. Op die manier verbrandt onze suikersiroop niet. Hierbij voegen we onze 40 gram kandijsuiker en onze 50 gram griessuiker. Deze suikersiroop laten we mooi inkoken en als de juiste dikte is bereikt, de dikte van een druppel, voegen we onze warme geroosterde hazelnoten toe. Onze suikersiroop is mooi aan het inkoken. We zien het aan de dikte van de druppel. We voegen onze warme hazelnoten toe. En nu flink door elkaar mengen. Op die manier vormt rond onze hazelnoot een mooi dun laagje suiker. Het water van onze suikersiroop is mooi verdampt. En nu krijgen we een soort zanderig effect. In het Frans sableren van onze karamel. De suikerlaag die nu rond onze nootjes hangt, moet opnieuw gekarameliseerd worden. En dit is deze fase. Voilà, hier zien we dus duidelijk dat de suiker terug begint te smelten en de karamel rond onze nootjes wordt gevormd. Ah, heerlijk, die karamel die helemaal begint te branden. Zalig. Voilà, de nootjes zijn mooi gekarameliseerd. En mij werd ooit verteld, als je dit recept goed beheerst, dan kan je de hele wereld rondreizen. Je ziet heel veel op marktjes dat pindanoten, amandelnoten worden gekarameliseerd. En door het heerlijk parfum wordt iedereen verleid om deze te kopen. Ook zeer populair op het strand. Voilà. We laten onze nootjes mooi afkoelen. En daarna dompelen we ze in de getempereerde chocolade. Onze gekarameliseerde hazelnootjes zijn mooi afgekoeld. Wat hebben we nu nog nodig? Getempereerde chocolade.
En we gaan nu de nootjes een dun laagje chocolade geven. De chocolade is mooi opgesteven. Uiteraard kunnen we hiervoor andere nootjes gebruiken, zoals amandelen, pinda, noem maar op. Een heerlijk, krokant, gekarameliseerde noot met een jasje van chocolade. Een andere toepassing is de combinatie van chocolade met verse kruiden, bijvoorbeeld munt. Wat hebben we daarvoor nodig? Uiteraard getempereerde chocolade en hier mooi vers gewassen muntblaadjes die mooi afgedept zijn, dat er zeker geen water meer aan onze blaadjes hangt. We strijken onze blaadjes in met een borstel, zodat we een heel dun laagje chocolade krijgen. Deze toepassing is ook heel lekker met bijvoorbeeld verse basilicumblaadjes of salie. Heel fris en kruidig in de mond. Zo, onze chocolade is mooi opgesteven, heel snel en makkelijk voor thuis. Onze laatste toepassing is een leuke variatie op studentenhaver. Wat hebben we daarvoor nodig? Enkele brochettestokjes, verschillende kruiden, pepertjes, zout, enkele gedroogde nootjes en eventueel gedroogd fruit. Het eerste dat we gaan doen is een puntzakje maken met bakpapier. We hebben een klein driehoekje van ons bakpapier. Onderaan hebben we hier een punt en we proberen een soort frietzakje te maken met ons blaadje. We plooien eerst de kleine zijde en dan de grote flap erover. Dan houden we met onze vingers het puntje vast en we rollen ons puntzakje helemaal op. De buitenste flap die stoppen we in ons zakje. Nu gaan we ons puntzakje opvullen met getempereerde chocolade. We letten wel steeds bij het oprollen van ons puntzakje dat de naad aan de buitenkant zit. Op die manier wordt ons zakje mooi samengedrukt en komt de chocolade mooi op de juiste plaats. We snijden het puntje van ons spuitzakje en nu maken we enkele krulletjes rond en op ons stokje. We werken af met enkele nootjes, vruchtjes en enkele kruiden. Zo, onze chocolade is mooi opgesteven. Een heerlijke chocoladelolly met nootjes. Zo, dit waren enkele praktische toepassingen met chocolade. Bedankt voor het kijken. Volgende keer gaat het over chocolade en fashion.